Suriname biedt weinig mogelijkheden voor kinderen om educatie en entertainment te genieten. Dit stelt Dheeraj Gangarampande van Young Engineers Paramaribo in een gesprek met de redactie tijdens een workshop van de organisatie afgelopen zaterdag. Gangarampande benadrukt dat tussen de 2.000 en 3.000 kinderen al door het programma van de organisatie zijn gegaan, waarbij kinderen zich leren ontwikkelen op het gebied van wetenschap. En we wilden iets hebben waarbij we kinderen educatief bezig houden, maar ze ook tegelijkertijd leuk bezig kunnen zijn. En het concept Young Engineers sluiten past precies daarbij aan. Dus daar hebben mijn partner en ik ervoor gekozen om dit programma naar Suriname te brengen. Young Engineers. En we zijn al ongeveer 3 tot 4 jaar bezig met dit programma in Suriname. De organisatie is volgens Gangarampande al 4 jaar bezig. Tijdens de workshop van de Young Engineer worden kinderen vaardigheden bijgebracht over het aanwakkeren van nieuwsgierigheid en het motiveren van jongeren naar spannende carrières in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde.